met kaartje nummer 2 van het Little Latte kaart- en kletspakketje. We gaan hem gewoon even snel maken. Draai de camera en dan laat ik jullie zien wat we gaan gebruiken. Hier ligt hij al eigenlijk een beetje, klein beetje opgebouwd wat ik ga doen. Ik heb een basiskaart van 21 bij 14,5 gerild op 10,5. Dus we vouwen hem gelijk even dubbel. Dan heb ik een matje gesneden van 10 bij 9,5. Dit strookje, althans is een deel van het strookje wat ik daar straks over had bij die vorige kaart. Dat is een strookje geworden van 4 bij 10. En dan heb ik hier nog wat materiaal liggen wat er straks bovenop komt. Dan hebben we nog een witte mat nodig van 14 bij 10. Een wit matje van 14 bij 10, even snel gesneden. En dan gaan we het kaartje gewoon even opbouwen. Die grootste mat die komt aan de bovenkant op de voorkant van de kaart. En ik vind het wel leuk om even in die hele zachte kleurtjes te werken. Die doen me heel erg denken aan die jaren 50 koffiezaken uit die Amerikaanse series. Daar doet deze, de kopjes ook die ik vandaag gebruik, daar doen ze me heel erg aan denken. De kleurtjes. Super leuk. Want ik hou er wel van hoor, van deze kleurtjes. Ik vind het een heel leuk pakket, dit. Het Little Latte koffiepakket. Zo. Nou, deze gaat deze keer gewoon direct op het kaartje. En die heb ik met, dus met het Lemon Lolly. Heb ik de buitenkant, dus de houder zeg maar, van de koffiekan uitgestanst. En de kan zelf is weer van vellum. En er zit voldoende ruimte om eventjes wat lijm op te smeren. Zodat je het niet door het vellum heen ziet, zeg maar. Nou, die zetten we hier gewoon wat schuin overheen. Die mag wel wat schuin. En ik heb hem ook weer ingekleurd met koffie. Of met ingekleurd met koffie. Met een koffiekleurtje. Dat kan ik beter zeggen. En dan heb ik hier 3 kopjes uitgeknipt uit het designpapier. Die zitten gewoon in het designpapier wat je hebt bij het pakket. Dat is dit patroontje. Ik heb ze niet hieruit. Je kunt rustig een half kopje, want dat heb ik hier ook gedaan. Van deze heb ik maar een half kopje uitgeknipt. Deze komt ook van een zijkantje af. Hier zit... Hier, deze is toevallig heel goed gesneden, want hier heb je gewoon best veel kopjes die je kunt gebruiken. Want je kunt ze eigenlijk bijna allemaal gebruiken op een paar van die oranje na. Als je dat wilt. Maar de andere kant is natuurlijk ook super leuk. Dus gewoon een deel van je papier, als je dat wilt, eraan opofferen en verder niets. Deze gaat in ieder geval direct op de kaart. Dus die gaat zo. En ik ga dat oortje wat er niet op zit, dat zie je straks niet meer. Want deze komt er half overheen, verhoogd. Ik denk dat ik er gewoon dimensionals onder zet. En dat kan zowel met de kleintjes als de grote. Ik doe er deze keer de kleintjes. En dan komt uiteraard met die rok, want dat vind ik net een rokje, wat eronder zit. Die komt er ook verhoogd op. En die komt hier weer half overheen, want hier is de onderkant, valt hiervan weg. Maar dat geeft niet, want als dat kopje er toch overheen komt, dan haalt dat niet zo heel veel uit. Want deze komt hier gewoon overheen. En je ziet er niks meer van. Dus ik hoef hier alleen de onderkant eventjes tweedimensionals op te zetten. De rest komt lijm op. Even kijken, want die is het wijdste natuurlijk, de onderkant. Hier een klein beetje lijm. En die zet ik over die andere kopjes heen. Dit wordt gewoon de eenvoudigste van de 3 kaartjes die je vandaag gaat zien. Of die ik voor dit pakket maak. Zo, die kan daar. Die kan, heb ik die achterkantjes eraf? Ja, die heb ik eraf.
Zo. En dan willen we er natuurlijk nog een tekstje bij. Dat wordt deze. You're the best part of my day. En geen dag begint bij mij zonder koffie. Dus inderdaad, dat is altijd een goed begin van mijn dag. Of het het beste deel van de dag is. Ach, een lekker kopje koffie. Daar wordt iedereen wel een beetje gelukkig van, toch? Bijna iedereen. Ik weet dat er ook veel theedrinkers zijn. Maar zelfs dat doe ik tegenwoordig. Zo, deze komt hier. Onderaan. Dan is de voorkant van de kaart eigenlijk klaar. Nou, een leuke bijpassende binnenkant en een leuke bijpassende envelop is nooit weg. Dat gaan we dan ook even doen. En we hebben hier een prachtige stempelset bij. Superleuke stempeltjes. A lot of love. Dus ik ga er een kopje in stempelen met het hartje. En misschien nog wat koffievlekken of zo. We gaan even kijken hoe we dat doen. Deze gaat er in ieder geval in. En het hartje wil ik erbij hebben. En de koffievlekken zet ik voor de zekerheid ook alvast op een blokje. Toch een grote blok voor nodig. Voor het grote kopje. Zo. Welke kleur zullen we hem doen? Bijpassend aan de kaart. Ik denk dat het gewoon die lemon lolly wordt. Want die is natuurlijk toch wel de hoofdmoot van hetgeen. Of zal ik hem... Ja, ik vind ze allemaal leuk, die kleurtjes. Echt lastig. Lemon lolly. Dan moet je toch maar gewoon gaan beslissen. Echt een beetje de jaren 50 kleuren zijn het... En de koffie wordt licht. Die doe ik in pecan pie. De kaartbasis is trouwens ook pecan pie. Dat geloof ik niet erg recht geplakt. Nou ja. Dat heb, kun je zo hebben. Hè? Zo. Dan gaan we het kopje nog wat kleur geven. En dan doe ik de buitenranden donker. Dus deze. En dan doe ik dat binnendeel iets lichter. Waarschijnlijk pak ik daar de color lifter ook bij. Dat kan ook wel in pecan pie, denk ik, die koffievlekken erbij. Ik doe er verder geen tekst meer bij. Even een beetje afstempelen. Zo. En dan komt die nog daar. Ja, dat kan wel. Die komt aan de binnenkant. Oeh, ja, is toch wel leuk. Color lifter is niet nodig. Waarschijnlijk kunnen jullie het niet heel goed zien. Het kleurverschil, omdat het echt heel weinig... Ja, nee, je kunt het wel zien. Er zit echt kleurverschil in die twee. Super schattig. Zo, die mag hier aan de binnenkant... Dan hebben we uiteraard een bijpassende envelop nodig. Ik denk dat ik daar gewoon hetzelfde doe als ik aan de binnenkant heb gedaan. Maar dan een heel klein beetje anders. Zo, koffiekopje. Het hartje. Koffievlekken.
Die stempel ik weer af. Zo. En dan doe ik alleen het binnenkantje eventjes inkleuren. Dus het binnenkantje van het kopje. En dan denk ik dat het voldoende is voor deze. Voilà. Dat is kaartje nummer 2 van Kaart en Klets A Little Latte. Fijn dat je er was. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Informatie onder de video. En wil je wat weten? Gewoon even een mailtje sturen. Tot de volgende!